Ja, goedemorgen lieve vrienden. Een mondje laten eten weer staan en is het zo lekker. Er zit zo vlees doorheen. Nou, daar staat meneer. Op wacht, waarom? Waar krijg ik zo'n bezoek? Geen kloppen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie allereerst een van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, en geniet van alles wat jullie doen gaan. Geniet van het vloggen kijken van iedereen. Zowel die van mij en zowel die van een ander. Het is maar net waar ben je geabonneerd. En ja, ik ben al bezig met een vlog weer in elkaar te gaan zetten in mijn videopad. Wat ik maandag heb gefilmd en wat ik gisteren heb gefilmd. Het was wat te warm ook. Ja, het is nou nog warm omdat het triest weer is. Want het is 29 graden nu. Net was 30 graden. Dus dat schommelt een beetje heen en weer. Omdat de zon nou weg is. Maar ja. Warm genoeg dus. Voor velen. Voor mij kan het... Ja, ik vind het heerlijk. Ik heb er geen last van. Nee. Maar in ieder geval. Ik wens jullie allemaal verder een hele, hele fijne dag toe. Ja. En geniet van alles. En kijk. Daar zit er een. En daar zit die rode. Zijn eigen te wassen. En waar mijn prinses is. Nou, als jullie het weten, weet ik het ook. Ik heb er nog niet gespot dat ze naar buiten ging. Dus daar is ze niet. Nee. Nou, dat zal ze wel weer naar boven zijn, ja. En op de vensterbank zit ze ook niet, dus ik denk dat ze naar boven is. Ja, nou ja, maakt niet uit. Nu, nee. Moet ze zelf weten wat ze doet. Klimmen doet ze niet, dus ze gaat niet over de schutting heen, nee. Auto's, weet niet eens wat een auto is. Nee. Maar ja, ook heel lieve vrienden, ik zou zeggen, doe leuke dingen, wees lief voor elkaar. Geniet met elkaar, geniet van elkaar. Ja, en voor degenen die werken moeten, werk ze. Ja. En degenen die ziek zijn, van harte beterschap. Ze zeggen tot later. Ja, hoe mooi is dat, hè? Hoe mooi. Nou, mijn tuintje staat er weer lekker fris erbij. En volgens de geleerden moeten dit tomaten worden. Ik weet niet, ik heb het niet gezaaid, maar het zal wel van vorig jaar overgewaaid zijn of zoiets. Ik weet het niet. Want ik had enkel de tomaten. Hier ook, in die vakjes staan zo van achteren naar voren. Ja, en dan had ik achter had ik gewoon de normale tomaten staan. In die twee achterste. En dan in de voor. En dan had ik cherry tomaatjes en honing tomaatjes. Nou, en dit hier, dat blad, is radijs. Ja. Die staat daarachter ook. Nou, dat lust ik wel. Nou, en deze bloemetjes staan er weer geweldig bij. En die is net een beetje opgebonden. Die andere moesten we nog even laten gaan. En dus, ja, komt allemaal goed. En aardbeitjes, die doen het ook aardig. Ja, want kijk, hier zitten ze. Dus ja, en hier nog meer. Ze moet eigenlijk wat langer worden, hè? Dan kunnen ze, net zoals die wordt ook aardig lang. Maar dat komt wel goed hoor, ja. Ja, wel leuk, toch? Ik ben ja, het ziet er goed uit. Hier komen nog van die rode besjes aan eerst en dat worden dan later witte klokjes. Wat het voor plantjes zijn, ik weet het niet. Maar die kregen we ooit van die hele lieve mevrouw Corrie uit Lisse. Ja, net zoals deze heide, nee niet heide, lavendel kregen we ook van haar ooit. Nou ja, die heb ik zelf gekocht.
Dus ja. Gaat goed wat dat er gaat. Ik hoop dat mijn mannetje er boven in de hemel trots op me zal zijn. En dat zal haast wel. Ja. Hé, mijn meisje. Mijn prinsesje. Hé? Wat gaan we doen, meisje? Ga naar buiten, of niet? Dat mag wel. Nee? Dus ja, lieve vrienden, het gaat allemaal goed. Ik heb net ook een plaatje getupt. Dus daar ga ik ook zo mee verder. Videopad die loopt. Nou, dat gaat dan ook goed. Waar moet hij nou mijn sleutels daar verkeerd hangen? Die moeten daar hangen. Mannen? Oh. Ja, ik had net even eentje op bezoek van een van mijn begeleiders. Die man. Nou, hij weet waar die sleutels behoren te hangen. En hangt hij het nog verkeerd neer, hè? Ja. Maar oké. Hé, meisje. Hé, hallo. Hallo. En niks te zeggen. Hebben we niks te melden vandaag? Nee? Nou dan niet. Ja, nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later.